confirm top 20, zegt hij. Oh. Oh, wait. Hier kunnen we niet langs. Thank you, man. Fucking hell, dude. Congrats. Well done. Well done. Well done, team dad. Well done. Nice, Katie. Hey jongen, confirmed zegt hij. Lekker man, dankjewel. Goed gedaan. Elke fucking meter. Elke fucking meter. Hey jongen. Hey. Ja, holy shit. Ja, dank je. Well done, dude. Well played. Echt genoten het afgelopen uur. Beste uur van ons leven, denk ik, of niet? Jeetje, Mina. Maar ja, uiteindelijk elk toernooi, elke slag gebatteld. Ja, man. En het komt wel op één slag aan, dus ja. Ja. Ook al was het echt kut vandaag, not pretty, maar wel tot het einde blijven vechten en toch nog een 6-voetertje. Downhill links, rechts op de laatste. Ja. Ik ben echt zo trots op je. Je hebt je zo sterk gehouden vandaag. Ja, dankjewel liefje. Echt impressive. Je hebt hem echt verdiend gewoon. Dankjewel lief. Het is echt fucking heftig man. Holy shit. Ja man, holy shit. Het ook gewoon een beetje geluk hebben soms. En ja. Gelukkig maakt die maat geen birdie op de laatste, anders was ik eraan geweest. Ja. Ja, en dat gelukje moet je dan net even hebben. Dan. Congrats, dude. Wrapping the Dutch. Ja, ja, for sure. Normally in the shirt, but it was too cold today. So. What do you have here? A little mic. Why? My Danielle, she's recording. Okay. So just say hi to the fans and she'll hear it. Are you doing a YouTube thing? Hello, hello, hello. What is Ricardo? Every fucking shot counted. Always does. Well done, dude. Always will. Yeah. Fuck me. Fuck now. I just want to briefly congratulate not just Marcus, but I actually want to congratulate everybody here who got the European Tour card. It's a life-changing event, and I know how hard you've all worked. So well done, guys. It's fantastic. Thank you. Dan Huizing up here. And Craig Howie. Congrats. Niet dat je het toernooi hebt gewonnen, maar... Nou, zo voelt het wel hoor. Voor deze keer mag de vlag mee. Zo voelt het wel. Je hebt het verdiend. Ja, het is toch mooi dit? Ja man, waanzinnig mooi. Die gaan we weer inlijsten. Daar heb je voor gestreden, mijn lieverd. Ja man. Holy shit. Dag in, dag uit. Echt hè? 24/7. Tot aan de laatste fucking slag. Ja man. But yeah, definitely a lot of good memories last few weeks. Hey! Zij toch? Ja echt hè? Ja mooi man. Okay, here we go. We're gonna take a picture. Purr. Is this a video? It is a video, but I'm she's taking also pictures along the way. This calls for my highest award. That is? Where to go, Brenda? Oh. Het was geen pretje vandaag. Maar het was genoeg.
het was godverdomme genoeg. Ja, en dat is het belangrijkste. Job done. Eén slagje meer of minder maakt een wereld van verschil voor een heel jaar. We zitten aan de goede kant, we kunnen door. En ik denk dat het ook hoog tijd is dat we doorgaan. Want we zijn er gewoon naartoe. En het was niet altijd even goed dit jaar. Maar wel volwassen en wel elk toernooi, elke slag blijven knokken. Credits, Erik Brommert, die daar altijd op hamert. Soms tot vervelend aan toe, maar ja, hij heeft toch weer gelijk. In the end of the day heeft Brommert altijd gelijk. Ja, nee, dus nee, maar gewoon mijn hele fucking team. Iedereen, Inder, Chris Henry natuurlijk, Hayo, Bensdorp, Putten. Phil Allen, Short Game, ook weer erbij gepakt dit jaar. En vanaf dat moment ook weer money geweest. Vrouwlief. Vital part of the team. Tim, we did it. All year long. En ja jongens, het moet nog een klein beetje landen. Ik kan weer praten. Ja, ik moet nog een heel klein beetje bijkomen. Maar vanaf dat ik de score zag, had ik een mental breakdown. Ja. Letterlijk. En niet dan, overdreven. En dan denk ik altijd van, nou oké, laat het eerst nog maar even confirmed zijn. Maar dat is allemaal prima. Het is confirmed. Het is goed. Ja, fuck. We gaan waarschijnlijk die vlucht, die gaan we natuurlijk niet meer halen vanavond. Dus dat wordt morgen vliegen. Maar goed, je leert van je fouten. Want 2 weken geleden ben ik zo waanzinnig naar de kloten gegaan in Barcelona. Dat ik echt moeite had om überhaupt... Ja, het heeft wel een... Het heeft wel wat opgeleverd. Een mooie aanstaande vrouw opgeleverd. Dus ja, geniet maar drink met mate, zeggen ze ook wel, toch? Dus dat gaan we zeker doen. We gaan even genieten. We gaan een paar drankjes ingooien. Maar we gaan niet helemaal aan de kloten. Want vanaf morgen is het gewoon knop om en door. Verder bouwen, blijven groeien. Kijken waar het beter kan. Voor mijn gevoel kan het heel veel beter. Ja, en die potentie die gaan we eruit halen, jongens. Ik heb er heel veel zin in. Op de Tour, op de European Tour, kom je natuurlijk ook in een milieu terecht waar je, ja, met betere spelers om je heen ook geïnspireerd wordt om weer beter te worden. Dus daar ga ik met mijn team vanaf morgen mee aan de slag. En daar heb ik gewoon nu al zin in. Ik wil gewoon morgen fucking gaan trainen. Huppakee, door. Nou, morgen moeten we eerst naar huis vliegen. Nee, ja, maar bij wijze van spreken. Morgenmiddag staat hij weer op de range. Bij wijze van spreken. Ik heb er gewoon zin in. Hè? En over een paar weken staat Zuid-Afrika op de rol. En daar heb ik ook gewoon zin in. Want daar heb ik ook zin in. Daar zijn we afgelopen jaar geweest. En dat zijn gewoon banen. Dat zijn gewoon vette banen. En daar kunnen we ook gewoon wat. Weet je wel? Dus we gaan gewoon zorgen dat we met goede vorm naar Zuid-Afrika gaan. En dan gaan we godverdomme voor goud. Helemaal door het geluid heen. Juist, jongens. En we genieten nog even van de ondergaande zon hier achter ons. Hol 14, jongens. Adios en bedankt. Nou, wij zitten in de auto. Ja, zoals je ziet, we komen dus aan om ongeveer 7:05. En om 8:10 ja, vertrekt onze vlucht. Dus zullen we eens even kijken of we dit gaan redden. Oh, ja. Ook een nieuw logo. Boah, echt hè? Mooi hè? Wel 10 keer nu hè? Ja, zeker. Team Huizing. Hoppa. Mooi toch? Mooi man. Kwaliteit wel. Op naar de Tourlift. Yes, hier kunnen we wel mee op de Tour verschijnen.